de enkele schietfuik met hiervoor aan het staand wand. Het staand wand is het stuk dat in het water staat waar dat kikkers en dikkoppen tegenaan zwemmen en dan afgeleid worden naar de eigenlijke fuik. De fuik bestaat uit verschillende hoepels. De voorste hoepel is een D-vorm, is vlak van onder. In de fuik zelf zitten drie kelen. Kelen zijn versmallingen waardoor dat de dikkoppen of de kikkers moeilijk terug kunnen zwemmen. En vooral de laatste keel is belangrijk omdat die zich helemaal dicht sluit. In het laatste stuk van de fuik steken we een aantal lege flessen in. Vooral als we kikkers gaan vangen. Dan blijft dat stuk boven water en stikken de kikkers niet. Om de fuik op te spannen achteraan gebruiken we een zwaarder gewicht. Zodat de fuik mooi gespannen blijft staan. Dit is een dubbele schietfuik. Zoals je zult zien staan er twee fuiken op het uiteinde. Met tussenin wat we noemen het staand wand. Op zich is dat dus het dubbele van een enkele schietfuik. Dus je kan twee enkele schietfuiken kopen. En de twee staande wanden aan elkaar zetten. Dan heb je een dubbele schietfuik. Dan heb je een dubbele schietfuik. Je knipt het middenstuk door, kun je er twee verschillende van maken. Deze fuik is vooral interessant om in het open water uit te zetten. Larven, kikkers die tegen een staand wand zwemmen, kunnen links of rechts zwemmen en komen uiteindelijk in de schietfuik terecht. De schietfuik die ook weer uit verschillende hoepels bestaat. Drie compartimenten met drie kelen die hierin zitten, waar dat vooral de laatste belangrijk is, dat die goed dicht sluit. Zodat dikkoppen die in het laatste compartiment zitten niet meer terug kunnen zwemmen en de fuik kunnen verlaten. Belangrijk is weer om op het uiteinde een extra gewicht te voorzien, zodat het hele systeem opgespannen staat. In functie van welk levensstadium dat we willen vangen van onze stierkikker, gaan we de verschillende fuiken gebruiken. Ik heb momenteel de enkele schietfuik bij, omdat ik nu vroeg in het voorjaar vooral de volwassen kikkers wil vangen. Volwassen kikkers zitten dan vooral in de oeverzone, dus gaan we de fuik instellen met het staand wand vertrekkende op de oever en de fuik in de vijver getrokken. Dan hebben we het meeste kans om de kikkers die in de oeverzone zitten te kunnen vangen. Dus de fuik is nu geïnstalleerd om volwassen kikkers te vangen. De lege flessen zitten in het laatste stuk, de laatste ink van de fuik, zodat dit boven water blijft en dat kikkers niet verdrinken. Omdat we de kikkers willen gebruiken om te steriliseren, is het belangrijk dat we ze niet laten verdrinken. Dus daar is het ook belangrijk dat het laatste deel van de fuik niet helemaal naar beneden in het water getrokken blijft, maar aan de bovenzijde blijft. Dus hier overal hebben de kikkers mogelijkheid om aan zuurstof te geraken, om lucht te hebben. Het staand wand staat opgespannen en steekt een tiental centimeter boven het water uit. Eventueel steken we daar bijkomende ondersteuning, zodat kikkers die aan de wateroppervlak zwemmen, niet over het staand wand heen kunnen zwemmen, maar uiteindelijk de fuik ingeleid worden. Het staand wand wordt zo goed mogelijk op de oever bevestigd, zodat kikkers er niet achterdoor kunnen. Vaak is het probleem dat de vijver te diep is. Wil je de fuik helemaal in een rechte lijn uitzetten, is het uiteinde te diep. Een oplossing daarvoor is het staand wand recht op de oever te zetten. Hier nog een bijkomende pin of stok te steken en de fuik onder een hoek te zetten waar dat nog altijd kan gewaad worden met het waterpak. Dus je kan een hoek vormen in de fuik vanaf de eerste hoepel, zolang het staande wand maar recht op de oever blijft staan en 10 centimeter boven het water uitsteekt, gaat onze vangstefficiëntie hetzelfde blijven.
Belangrijk is natuurlijk als we de fuik opstellen dat ze achteraan goed gesloten is en dat de kikkers en dikkoppen niet kunnen ontsnappen. Dus we gaan de fuik op het uiteinde dichtknopen. Het beste is dat om rond het net te draaien in een eerste instantie, zodat die altijd heel goed dicht blijft. Omdat we ook het uiteinde hier gaan gebruiken om de fuik uiteindelijk op te spannen. Zal dit ervoor zorgen dat onze fuik altijd gesloten is en onze dikkoppen of kikkers niet kunnen ontsnappen. Als we de fuiken gaan leegmaken, dan wordt het terug losgeknoopt en kan de vangst langs hier in een kuip of een emmer worden gedaan. Ook met een dubbele schietfuik kun je volwassen kikkers vangen. Je steekt in het midden van een staande wand een stok en je spant twee staande wanden in een hoek van 45 graden op en trekt de fuiken verder het water in. En op deze manier komen de kikkers die van links naar rechts naar het net toe zwemmen, allebei in de fuiken terecht. Dus ook met een dubbele schietfuik kan je volwassen kikkers vangen. Belangrijk aandachtspunt is natuurlijk dat het staande wand goed aansluit bij de bodem. We hebben net al gezegd 10 centimeter boven het water laten uitsteken, maar ook de loodkoord moet goed aansluiten met de bodem, zodat de kikkers en de dikkoppen niet onder het staande wand kunnen doorzwemmen. Voor het vangen van dikkoppen, vooral in de zomer, nadat de periode van het vangen van volwassen kikkers voorbij is, of van de kikkers of de larven die metamorfoseren, gaan we de schietfuiken midden in de vijver uitzetten waar dat al onze larven rondzwemmen. En dan zijn de schietfuiken ideaal, de dubbele schietfuiken. Dus we stellen ze in het water parallel aan de oever en trekken de twee fuiken mooi open zodat we de larven kunnen vangen. Loodkoord moet goed aansluiten met de bodem. Altijd nog handig dat de vlotterlijn boven water uitsteekt voor het vangen van kikkers. Maar voor het vangen van dikkoppen is het natuurlijk van minder groot belang als voor het vangen van metamorfe kikkers of volwassen kikkers. Om administratief in orde te zijn, moet u altijd de vergunning bij hebben die opgesteld is door het ANB. Op deze vergunning staat een nummer die je ook kan terugvinden op het label wat aan de fuiken hangt. Dus voorzie de fuiken altijd van een label, zodat je dat mensen die met vragen zitten naar ons kunnen contacteren. En zo hopelijk vandalisme te kunnen voorkomen. Om verspreiding van de chytrideschimmel te voorkomen is het belangrijk dat de fuiken, wanneer ze tussen gebieden verplaatst worden of worden opgeslagen voor langere tijd, ontsmet worden. Hiervoor gebruiken we Vircon S, dat is een poedervorm. Dit lossen we op in een 1% oplossing. Dit wil zeggen dat we 10 gram gebruiken voor elke liter oplossingsmiddel. Dit kan best gemaakt worden in een aparte emmer die dan overgegoten kan worden in een vernevelaar. Om de fuiken te ontsmetten gebruiken we dus de vernevelaar. Draag hiervoor altijd beschermende handschoenen, een mondmasker en een beschermbril. Omdat Vircon S ook irriterend kan werken op de ogen, de mond, de ademhalingswegen en eventuele wonden op de handen. Voor het vernevelen en het ontsmet is het belangrijk dat de fuik volledig staat opgesteld, zodanig dat we overal de fuik kunnen bereiken en zodanig dat het desinfectiemiddel alle plaatsen goed kan bereiken. Wanneer de fuik volledig ontsmet is, kan deze rustig laten drogen. Het enkel drogen is niet effectief tegen de schimmel, tenzij dat er een temperatuur van 60 graden behaald kan worden, wat dus in de praktijk bijna nooit het geval zal zijn. Daarom is het belangrijk dat deze ontsmet wordt met Vircon S. Vergeet ook zeker niet alle andere gebruiksmiddelen te ontsmetten die ook in aanraking zijn gekomen met de stierkikkers of met het terrein waar dat deze leven, zodanig dat de ziekte zeker niet verder verspreid kan worden. Het ontsmetten mag ook nooit op terrein gedaan worden, omdat het ook nefast is voor het milieu en de natuur. Ook andere dieren zijn er gevoelig aan en kunnen hier nadeel van ondervinden.
Dus doe dit altijd op een gecontroleerde omgeving in plaats. En doe dit niet in een omgeving waar dat het desinfectiemiddel vrij in de natuur terecht kan komen of kan afspoelen.